Hans van den Bos is fotograaf. In Park Lingenzegen legt hij de veranderingen in het landschap vast door ieder jaar op precies dezelfde plekken foto's te maken van de omgeving. Dat doet hij al sinds 2011. Ik hou van natuur en landschap. En daarom ben ik ecoloog geworden. Om landschap te bestuderen en alles wat er leeft. Planten, dieren, mensen. Ja, fotografie is een prachtig hulpmiddel om verhalen te vertellen. Om andere dingen te laten zien die ik zelf elders heb gezien. Deze kaart heb ik gekregen toen ik begon met dit project. Hier hebben landschapsarchitecten aangegeven op welke locaties ik moest fotograferen en in welke richting. In 2011 was het volkomen anders. Hier bijvoorbeeld op dit punt staat op de weg in de laan. Nou, dat lijkt dan heel makkelijk. Er stond daar een rijtje fruitbomen en er was een paardje naast. Daar ben ik begonnen te fotograferen. Dat is zo'n paar jaar heb ik dat gedaan, totdat ik ineens merkte bij een volgend jaar dat ze links van de plek waar ik aan het fotograferen was geweest, daar begonnen ze een veel bredere weg te maken. Dus toen moest ik besluiten. Blijf ik nou op dezelfde plek staan fotograferen, dan had ik hier moeten gaan staan. Maar dan had je niets van de nieuwe laan gezien. De brede laan. En nu is dit mijn fotopunt. Park Lingenzegen was tot voor een jaar geleden een weinig interessant gebied. Het was versnipperd, heel slecht toegankelijk. Het was eigenlijk gewoon een saai landbouwgebied. Nou, dit fotopunt is een mooi voorbeeld van hoeveel werk hier het afgelopen jaar gedaan is. Ze voorkomen aan de plaatje. Nu wordt er nog veel gewerkt en de bomen zijn, de aangeplante bomen, die zijn klein. Maar dat zal de komende jaren snel groener worden. Dit is mijn favoriete plek, Oude Notenlaan. Ik weet nog goed dat ik hier een van de eerste keren kwam. Vroeg in mei. Spreeuwen overal hier die aan en af vloog. Die broeden in de holte van deze oude bomen. Overal gekwetter, overal bloeiend fluitenkruid. Het was afgesloten, het was privéterrein. Ik moest over het hek klimmen om hier te komen. Ja, ik sta zo lang in te stellen, omdat ik mijn best doe om deze foto precies zo te maken zoals ik hier ook een foto de afgelopen 5 jaar maakte. Zodat de foto's, als je ze op een rij legt, heel goed vergelijkbaar zijn. En zo doe ik dat hier op 40 plekken in Park Lingenzegen. Kijk voor meer informatie over de evenementen en activiteiten in Park Lingenzegen op onze website www.parklingenzegen.nl. Of download de Lingenzegen app.